Olive de Ligerot is een blauwe schimmelmerrieveulen, geboren op 18 april 2021 en gefokt door Philippe de Koning uit Arville. De vader is Yonique de Ligerot en de moeder is Charlotte van Sparrenhof, een zwarte dochter van Ensor van Sternhoven, wat Olive haar bloedvoering met 0% inteelt zeer interessant maakt. Olive de Ligerot is a Blue Roan filly-born at April 18th and bred by Philippe de Koning from Arville. The sire is Yonique de Ligerot and the dam is Charlotte van Sparrenhof, a black daughter of Ensor van Sternhoven, which makes Olive's bloodline with 0% inbreeding very interesting.